De Millionaire's Fastlane is een van de bestsellers van M.J. DeMarco. Die beweert dat je snel rijk kunt worden. Ik kan je verzekeren dat dat niet een van die oplichtige boeken is die beloven dat je in één nacht rijk wordt. Voor mij persoonlijk was dit een eye-opener. Het heeft de manier waarop ik mijn geld investeer volledig veranderd. Als je een ondernemer bent die snel rijk wil worden, van het leven wil genieten terwijl je jong bent en een bedrijf wil opzetten waar je van houdt, dan is deze video voor jou. In het eerste deel van de video vat ik de strategie van de auteur samen om snel rijk te worden. En in het tweede deel bespreek ik 5 regels die elke ondernemer moet volgen. Volgens de auteur zijn er slechts 3 soorten financiële wegen die je kunt nemen. 1. De stoep. 2. De langzame laan. En 3. De snelweg. De mensen die over de stoep lopen leven vandaag goed ten koste van meer zekerheid morgen. Zoals de auteur uitlegt, zien de stoeplopers schuld als een bezit en hechten zij meer waarde aan uitgeven dan aan sparen. Nog belangrijker is dat zij een leven leiden van onmiddellijke bevrediging en niet plannen voor de lange termijn. Het is belangrijk op te merken dat een stoeploper zijn niet betekent dat je arm bent. Er zijn genoeg rijke mensen, zoals atleten en beroemdheden, die veel geld verdienen, maar die uitgeven alsof er geen morgen is. De tweede financiële weg, dat de meeste mensen kiezen, heet het langzame pad. De mensen daarop offeren vandaag op, zodat ze in de toekomst beter af zijn. En het is tegenovergestelde van de stoep. Ook dit is een slechte keuze, want rijkdom wordt het best genoten als je jong en gezond bent. Niet na tientallen jaren van een zieltogende baan. Mensen op het langzame pad offeren hun maandag tot en met vrijdag op, zodat ze van het weekend kunnen genieten. Dat is zoiets als $5 ruilen voor $2. Een ander probleem met het langzame pad is dat ze hopen dat hun lange termijn investering en samengestelde rente hen rijk zal maken. Maar samengestelde rente doet het meeste werk aan het einde van de wachtperiode. Als je kijkt naar de grafiek die laat zien dat een investering van $10.000 met 15% rente in 40 jaar $2,6 miljoen oplevert, klinkt dat geweldig. Maar wat de meeste mensen op het langzame pad zich nooit realiseren, is dat je investering in 30 jaar $662.000 bedraagt en in 20 jaar $163.000. Wat betekent dat een enorm deel van het geld wordt opgespaard in het laatste decennium wanneer je al heel oud bent. Wil je echt een 65-jarige man zijn die in een Ferrari rijdt? Ik weet zeker dat je erin wil rijden als je jong en vol leven bent. De auteur zegt dat het hebben van een baan je rijkdom beperkt. Bovendien is de ervaring die je opdoet beperkt. Je leert in een maand veel meer over het runnen van je eigen bedrijf dan wanneer je een jaar lang voor iemand anders werkt. Bovendien heb je geen controle over je inkomen, omdat je salaris sterk afhankelijk is van anderen. De auteur waarschuwt zijn lezers ook voor het advies van financiële goeroes. Sommige zogenoemde goeroes worden zelden rijk door advies dat ze je geven op te volgen. In feite worden deze goeroes rijk door boeken te schrijven en seminars en cursussen te verkopen. Wanneer je financieel advies aanneemt van mensen, zorg er dan voor dat wat zij je leren iets is dat daadwerkelijk voor hen heeft gewerkt. Het derde type financiële weg is de snelweg. De snelweg draait om zaken, ondernemerschap en het snel opbouwen van rijkdom. Enkele voorbeelden van de snelweg zijn een bedrijf dat je opricht, innovatie die je bedenkt, software die je bouwt, systemen die je maakt enzovoort. De snelweg gaat over snel rijk worden, maar dat is niet hetzelfde als makkelijk rijk worden. Het vergt veel werk en het kan zijn dat je 10 jaar bezig bent met je bedrijf voordat je het soort succes bereikt dat je wilt. Het voordeel is dat je eenmaal je gewenste niveau van rijkdom hebt bereikt, je de vrijheid hebt om de rest van je leven te doen wat je wil. De snelwegmentaliteit vereist dat je aansprakelijk bent, niet alleen verantwoordelijk. Verantwoordelijk zijn is toegeven wanneer je ergens schuld aan hebt en je voortdurend verbeteren. Op de snelweg kun je je inkomen verhogen, zelfs verdubbelen. Maar op een langzaam pad is dat niet mogelijk. Probeer de volgende keer dat je naar kantoor gaat je baas te vragen je salaris te verhogen van $2.000 per maand naar $4.000 per maand en kijk wat er gebeurt. En wat betreft het opbouwen van rijkdom is het doel niet om het zware werk te doen, maar om een systeem te creëren dat dat voor je doet.
Nogmaals, dit betekent niet werk vermijden, maar wel vindingrijk zijn en voortdurend optimaliseren en automatiseren. Laten we bijvoorbeeld zeggen dat je een piramide moet bouwen van zware stenen. De langzame aanpak is om de stenen zelf te dragen, één voor één. Dat duurt natuurlijk tientallen jaren. De snelle aanpak zou zijn dat je de eerste jaren iets ontwerpt om de stenen voor je te verplaatsen. Een kraan, een treksysteem, wat dan ook. Na de initiële investering is de piramide gemakkelijker te bouwen als je je machine hebt. De sleutel tot de snelweg is produceren in plaats van consumeren. In plaats van producten op tv te kopen, verkoop de producten. In plaats van naar goud te graven, verkoop je de scheppen. In plaats van een baan te zoeken, wees een werkgever en neem banen aan. Wanneer je je denken en rol verandert van consument naar producent, treed je toe tot de snelweg om snel rijkdom te creëren. Je denkt misschien dat rijke mensen hebzuchtig zijn, maar in werkelijkheid zijn arme mensen hebzuchtig. Als je een beetje nadenkt, zul je zien dat je om rijk te worden anderen moet helpen. Je moet iets teruggeven. Je moet iets opbouwen voor anderen. Je moet iets verbeteren in de samenleving. Je moet iets produceren. Je moet investeren. Het zijn de armen die hebzuchtig zijn omdat ze alleen voor zichzelf produceren en aan zichzelf denken. Een ander interessant onderwerp waar de auteur het over heeft om rijk te worden is de wet van affectie. De wet van affectie zegt dat om een miljoen te verdienen je een miljoen mensen moet helpen. Natuurlijk hoeven het niet precies een miljoen mensen te zijn, maar ik denk dat je het begrijpt. Hoe meer mensen je helpt, hoe meer je aan anderen geeft, hoe meer je ontvangt. In het begin klinkt dit misschien niet logisch en kun je zeggen, hoe kan anderen helpen en meer geven mij rijk maken? Je kunt bijvoorbeeld zeggen, als ik nu $1000 geef aan 100 mensen, hoe kan dat me rijk maken? Je hebt gelijk, het zal je niet rijk maken. Waarschijnlijk zullen de mensen die geld van je krijgen naar de winkel rennen om iets te kopen dat ze niet eens nodig hebben. Wat is dan de goede vorm van geven? Bijvoorbeeld, laten we zeggen dat je een soort product maakt dat oudere mensen helpt. Dit zou een zeer hogere vorm van geven zijn. Daarom is Jeff Bezos rijker dan de vrouw die je gisteren in het postkantoor zag. Jeff Bezos heeft Amazon gebouwd dat miljoenen mensen over de wereld helpt om veilig en gemakkelijk te winkelen. Maar de dame in het postkantoor helpt vooral zichzelf en haar familie. Begrijp me niet verkeerd, ik probeer de dame in het postkantoor niet te kleineren. Als zij zichzelf en haar gezin wil helpen, is daar niks mis mee. Maar volgens de wet van bevrijding zal zij niet rijk zijn omdat zij het leven van veel mensen niet positief beïnvloedt en verandert. In het tweede deel van het boek heeft de auteur het over 5 regels waaraan je je moet houden als je een succesvol bedrijf wilt opbouwen. Je kunt dit ook gebruiken als checklist voor bestaande bedrijven om te zien hoe sterk het fundament van je bedrijf is. Als je een succesvol bedrijf bestudeert, zul je 9 van de 10 keer zien dat ze deze 5 regels volgen. De eerste regel is noodzaak. De enige bestaansreden van een bedrijf is het oplossen van een probleem. Wanneer problemen zijn opgelost, wordt er geld uitgewisseld. Als je problemen oplost, dingen gemakkelijker maakt, ongemakken wegneemt, betere service verleent, wensen en verlangens bevredigt, heb je de regel van noodzaak nageleefd. Je denkt dat zoiets eenvoudigs zo vanzelfsprekend is, maar helaas is dat niet zo. Vandaag de dag is het grote ondernemersidee om te doen waar je van houdt en je passie te volgen alsof de markt erom geeft. De markt geeft er niet om. Als je hebt wat ik wil, krijg je mijn geld. Passies, liefde en je dromen om een Lamborghini te bezitten zijn absoluut irrelevant. Als er 10.000 personal trainers zijn, die doen waar ze van houden, maar slechts 10 mensen die een personal trainer willen inhuren, denk je dan dat passie de rekeningen zal betalen? De tweede regel is toegang. De regel van toegang vraagt hoe gemakkelijk of moeilijk het is om in zaken te komen. Als iedereen van de straat een bedrijf kan beginnen, dan doe je mee. Maar dan overtreed je de toegangsregel. Nogmaals, als in zaken gaan zo eenvoudig is als het invullen van een online formulier of meedoen aan een programma, dan overtreed je de toegangsregel. De essentie van ondernemerschap is het oplossen van problemen. En het probleem dat je oplost moet een moeilijkheidsgraad hebben. De moeilijkheid is in feite de kans.
Als je een van de ondernemers bent die potentiële ideeën bekijkt en klaagt dat het te moeilijk is, dan zeg je dat je niet geïnteresseerd bent in het oplossen van legitieme problemen, maar dat je op zoek bent naar gemakkelijke manieren om geld te verdienen. Het eerste creëert miljonairs. Het tweede creëert geldzoekende mensen. De derde regel is controle. De regel van controle is als de grond waarop je je bedrijf bouwt. Ben je eigenaar van dat land of wordt het gehuurd of gecontroleerd door iemand anders? Kan iemand of een bedrijf plotseling het tapijt onder je voeten vandaan trekken en een zakelijke ramp veroorzaken? De ene dag verdien je $10.000 en de volgende dag is het niets. Als 100% van je klanten van een gratis Google zoekopdracht komt, overtreed je de controleregel. Eén Google algoritme verandering kan je bedrijf de das omdoen. Als 99% van je productverkoop van één platform komt, schend je de controleregel. YouTube kan je zonder veel uitleg van hun platform schoppen en daardoor gaat je bedrijf van held naar nul en heb jij niets verkeerds gedaan. Daarom raadt de auteur niet aan om alleen op een derde partij te vertrouwen. De vierde is schaal. Kan je product met relatief gemak worden geschaald of gekopieerd? Verwar dit niet met toegang wat je eerste stap in het bedrijf is. Schaal gaat over het gemakkelijk repliceren van het moeilijke probleem dat je hebt opgelost. Bijvoorbeeld, als je een softwaredienst creëert die een probleem in de tandheelkundige sector oplost, kan het 3 maanden duren om die oplossing te bouwen. Maar het verschil tussen die oplossing voor 10 klanten en 1000 klanten is niet direct evenredig. Je maakt 100 keer zoveel winst, maar je hebt niet 100 keer zoveel werk. De laatste regel is tijd. Volgens deze regel moet je product of dienst bestaan zonder aan jou verbonden te zijn. Werkt je product terwijl je weg bent of iets anders aan het doen bent? De essentie van de tijdsregel is dat je je moet losmaken van de slechte relatie die ooit is ontstaan, namelijk je tijd voor geld. Elke creatieve inspanning die onafhankelijk van jou bestaat, kan ook onafhankelijk van jou verkopen zonder tijd voor geld te ruilen. Als je deze 5 regels in acht neemt, zal je bedrijf je eren met levensveranderende resultaten. Om meer soortgelijke boeksamenvattingen van dit kanaal te zien, vergeet dan niet om je te abonneren en op de notificatiebel te drukken, zodat je op de hoogte blijft telkens wanneer ik een video upload.